tegen CO2-reducties. Lambert van. Dank u wel, de heer Van Nistelrooy. Anderhalf minuut. Dank u wel, voorzitter. Met het nieuwe verdrag van Lissabon is energie een gedeelde verantwoordelijkheid geworden tussen de EU en de lidstaten. Het tweede energiepakket, eigenlijk onze basis hier, verdient duidelijk aanvulling en het verslag geeft daarover een goede analyse. Maar de lidstaten moeten aan de bak met hun private en publieke partijen. En die operationele programma's tussen en in de lidstaten worden steeds belangrijker. En die doelstellingen in percentages, zowel voor klimaat als voor energie, liggen voldoende vast. Er is geen behoefte aan nieuwe aanvullende bindende targets. Er werd al gezegd, implementatie telt, de burgers, de consumenten meenemend. En misschien is het zo dat de commissie wel sterker moet worden in de beoordeling van die nationale programma's en onze middelen, misschien eurobonds, daarvan afhankelijk te stellen. Er zit nog steeds een gap tussen datgene wat wordt gezegd en wordt gedaan. Twee accenten. Energie-efficiëntie, een geweldige mogelijkheid. Het draagt bij tot concurrentiekracht van onze bedrijven, werkgelegenheid. Denk eens aan de installatiesector en de bouwsector. Kijk ook in uw eigen land. Tienduizenden banen zijn er in Duitsland mee gecreëerd. Tweede punt. Ja, inderdaad. U zei het. De infrastructuur tussen de landen in de landen. En smart grids. Daarvoor zijn die eurobonds nodig. En ik heb een vraag aan de commissaris. Wordt er een voortgang gemaakt naar die eurobonds in december? We praten over nieuwe middelen. We hebben geld nodig. En ik wil graag van u horen of u daarop inderdaad geld bij elkaar krijgt. Actie. Dat hebben we nodig. Dank u wel. Grazie. Dank u wel. Meneer Van Nistelrooy. Dan gaan we nu naar mevrouw Silvia Ticao. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, commissaris. De energiestrategie van de Europese Unie moet